Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit frame. Daar gaan we een mooi bloemstuk in maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Ben je snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Mocht je het leuk vinden, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar zet ik altijd iets neer als er weer wat nieuws online komt. Of als ik bijvoorbeeld het voorbeeldstuk heb gemaakt en ik wil al een beetje wat delen. Vandaag gaan we aan de slag met dit frame. En hier doen we een steekschuimproduct in. Die zetten we even vast met ijzerdraadjes. Je kan ook tie rips gebruiken. Maar hier zit zo'n netje omheen en dat maakt hem, ja, dat maakt het makkelijk om mee te werken. En dan kunnen we hem eigenlijk tussen klemmen. Dus dat is ideaal. Dat doe ik gewoon op verschillende plekken met een ijzerdraadje en dan bevestig ik hem aan het frame. Zorg dat je hem mooi in het midden hebt, zodat jouw bloemstuk straks goed in balans is. Dan is dit de basis. Let er vooral op met steken. Dat je hem goed in balans steekt. Dat hij niet gaat kiepen. Dus daarin moet je even rekening houden. Ik wil aan de voorkant wel meer bloemen dan aan de achterzijde. Dus ik maak eerst de achterzijde. Werk ik mooi af met een beetje mos. En dat zet ik vast met een krammetje. Dan heb ik een prachtige vruchtenslinger en die wil ik er eigenlijk ook omheen hangen. En die kan je eigenlijk nog even vastzetten met een draadje of je wikkelt hem er gewoon omheen. Dit heeft vaak wel iets meer gewicht, dus ook hier moet je rekening mee houden dat je de verdeling goed hebt. En je kan hem strak langs de lijn doen of je kan hem in delen. Je kan hem wirwar doen, wat je zelf leuk vindt. Mag voor mij wel een beetje speels. Maar doe vooral wat je zelf mooi vindt daarin. Dan gaan we verder met het opvullen met de bloemen. Ik gebruik vandaag wat warmere kleuren. Zoals je ziet steek ik hem mooi gemengd op, mooi vanuit het midden. En let ik goed op de verdeling. Nu wil ik er wel graag iets meer diepte in aanbrengen. En dat doe ik door ook wat roosjes er wat korter en dieper in te steken. Dus je niet alles op één hoogte krijgt, maar echt diepte in het stuk krijgt. Dan vind ik het ook leuk om nog wat vruchtjes in toe te voegen. Die lijm ik er gewoon in. En je kan het zo doen, maar ik vind het ook leuk om ze zo ertussen te steken. Dat ze er wat platter in liggen. Dan heb ik nog een disteltje waar ik echt de laatste gaatjes nog meer op vul. Ja, en dan is dit hem geworden. Ik vind hem heel erg mooi met de diepte die erin zit. Heel spannend en speels. Ook leuk al met die vruchtjes. Ja, en wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het compleet pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt onder kopje cursuspakketten. Hou er rekening mee met dit stuk dat je hem goed in balans houdt. Dus dat je vooral het steekschuim in het begin al goed in het midden plaatst. Misschien zelfs een klein beetje naar achteren, want aan de voorkant komen er natuurlijk veel bloemen. Waardoor je aan de voorkant gewicht houdt. Zo hou je mooi in balans en heb je een mooi stevig bloemstuk. Ja, heel erg mooi en warm. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat jij van deze video vond. En dan zie je mij de volgende keer weer.